En deze kersttrui ook. Aangezien dat mijn lievelingsgerecht is, kom. En ik ga jullie even in het kort laten zien hoe je dat moet maken. Hallo en welkom bij deze nieuwe video. Weer werd er ook van. Het is maandag, 5 uur. Georgia is net weg. En we gaan in elk geval aardappelgratin eten met spek en ui. En die heb ik al voorbereid. Ik hoef alleen nog maar eventjes nog even een kwartiertje te pakken in de oven. En dan ga ik er nog iets van groenten bij maken. En ik heb nog iets, een soort van vegetarische stokjes die ik in de pan kan bakken. En dit gaan we nu eten. Ziet dat er lekker uit? Het is wel hard met de aardappelen. Nou, ik had net geproefd. Ik vond het zacht genoeg. Ja? Hallo allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik ga een receptje maken van onze website. Oogschotel met gehaktballetjes en tomatensaus. Daarvoor moet je eerst gewoon wat brood. Tenminste, dus je wat al van een ander overbakbroodje. Je plak je zij, dat leg je op de bodem van een oogschaal. Maak je gehaktballetjes. Die bak je in de pan. Doe je tomatensaus maak je erbij. En dat doe je allemaal over dat brood. En dan nog wat kaas en zo. Dan gaat het in de oven. En dan kun je daarna lekker eten. Dit gaat nu even een paar minuten onder de grill. En dit gaat zo in de oven. Het is zo donker, hè? Ja. Je ziet helemaal van die soort strepen over het beeld gaan. Dan komt er dat licht. Oh. Daar, hè? Maar goed, hoe dan ook. Is dit eens even prettig thuiskomen. Kijk, is wat gezellig. Hoe lekker dat eruit ziet. Leuk vrouwke erbij. Heerlijk. Zo, even de video uploaden, zodat die online kan. Ik heb even wat boodschap gedaan, want morgen komen Jorrit's ouders en ik denk ook zijn broer eten. Jorrit's moeder wilde al super lang een keer risotto eten. En aangezien dat mijn lievelingsgerecht is, komt ze het dus nu bij ons eten. Dus ik heb net even risotto rijst en pesto gehaald, mascarpone, pijnboompitten, rucola, spek. En dan ga ik ook nog een heel lekker toetje maken, een soort van tiramisu, wat was het ook? Oh ja, met stroopwafel. En dat, als het natuurlijk goed lukt, dan komt dat recept natuurlijk ook op onze website. Hallo, hallo. Ik ga vandaag pasta bouillon maken met spek en ui. Ik moet nog even kijken of ik ook nog wat andere groenten ga toevoegen. En ik ga jullie even in het kort laten zien hoe je dat moet maken. Koop de pasta. Snij de ui en eventueel nog wat andere groenten in stukjes. Klein beetje olie in de pan. Ui en spek even aanspruiten en eventueel wat paprika of courgette of aubergine. Ik doe er zelf nog een beetje geroosterde paprika doorheen. Boussin erbij. Pasta erbij. En nu even alles doorroeren. En dan kun je het eventueel in een ovenschaal doen. En dan nog wat kaas overheen. En dan nog even in de oven. Of je kunt het gewoon zo eten. En dan bijvoorbeeld er nog wat bij serveren. Zoals een salade. Of gekookte broccoli. Of komkommer en tomaat. Een beetje geraspte kaas eroverheen en dan kan die zo meteen nog even in de oven. We kregen dus net een mailtje van Lidl dat we in de digitale showroom 8 producten mogen uitkiezen. Dus ik dacht, wat is dat nou, want zoiets heb ik nog nooit eerder gedaan. Maar ik zit net te kijken, het is zo tof. Het is echt een soort van showroom en daar kunnen wij gewoon 8 dingen gaan uitkiezen die we dan kunnen uitproberen. En waar we eventueel aan jullie wat over kunnen vertellen als het heel goed bevalt. Kijk, dit is de showroom. En dan zijn hier allemaal producten, zoals hier wekpot met koekjesbeslag, koffiebonen, een chocolade fondue set, nootjes. En dan zijn hier nog meer producten. Een koperen pan, die vond ik trouwens super tof. En deze kersttrui ook. Etagère. Een gourmet stijl. Oh my god, lijkt net alsof ik een soort van kerstpakket krijg. Zo vet. Hier nog meer dingen. Gedroogde vruchten. Himalaya zoutmolen. Limoncello. Dipolie. Nou, ik vond het echt super goed uitzien. Ik ga even wachten tot Jure thuis is en dan kunnen we wat dingetjes uitkiezen.
Jorrit is er weer, dus we kunnen opscheppen en dan dit lekker opeten. Wat ben je aan het doen dan? Ja. Ik laat het niet zien. Zal ik even vertellen wat? Ja. Met Lidl, over wat ik net al verteld. Oh, je hebt je eigen kerstpakketje samengesteld. Mandelkoekjes, chocolade fondue set, nootmiddelaars, koperen pan, een bestekset, kerststrui, gourmetstijl, dipolie. Zo, dat klinkt dus een... Dat klinkt echt leuk, hè? Ik voel een feestje aankomen. Kerst. Waarom niet? Waarom kan jij niet zelf filmen? Ik ben terug aan het werk. Wat ben je aan het doen? Oh, ik zie met die pizza erachter zeker. Kijk, onze pizza schaar. Ja. En ik maak hier risotto. Dat is het betere weer. Hallo. Het is vandaag vrijdag. We gaan zo sporten. En daarom eten we even een broodje. Maar de oven is stuk. Dus we moeten de broodjes afbakken in de airfryer. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. Dus ik ben benieuwd... Of dat een beetje gaat lukken. Ik ga stiekem even kijken. Dat lijkt goed te gaan. Wow, het gaat wel volgens mij mega snel. Zeker wel, het gaat veel sneller. Ja jongens, die wazige vlek daar. Dat is Sofie die daar lang uit op de bank ligt. Ren, hoe snel zijn ze nou klaar? Ik denk wel 4 minuten of zo. Echt? Ja, volgens mij is het gewoon echt... Ze zijn ook al best wel blij. Ja. Ze zijn inderdaad best wel rijden, maar nog precies goed, hè? Oh, mooi bruin. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik kijk naar de Albert Heijn meneer die daar... Dat kan ik niet zo goed zien. Maar hij staat daar en we wachten nu op de boodschappen. Heb je de boodschap aangenomen? De boodschappen zijn er! Oh, koud hier. Ja, wat doe jij allemaal aan? Blote beentjes. Ik zal nog even kort laten zien een beetje wat we hebben besteld. De spersibona, vis, pizza deeg. De mascarpone was allemaal in de aanbieding. En we gaan lasagne caprese maken. Dus hebben we ook mozzarella voor nodig, rozijskaas. En dus die mascarpone, pepers, slagroom. Verder nog wat flessen drinken. Die hebben we trouwens gehad. Die Snicker Bites. Pindakaas. Staat aan de banade. Hier nog een paar. Deze hebben we ook besteld en die ook. En hier al dingen die in de koelkast moeten, waaronder optebel en yoghurt en melk en ravioli en kaassnitzels, lasagnebladen. Wat zeg je? Volgens mij zit mijn haar heel raar. Jeetje, wat zit er? Ja, wel hè. Oei. Dat je zo beeld kan, ja. Durft. En jij doet het beeld aan. Oeh, wat zijn we allemaal aan het uitspoken? We maken deze lasagne caprese. En als je deze nog nooit hebt gemaakt, moet je vooral doen, want hij is heel erg lekker. Dat vind jij? Nou, dat hoor ik. Daar zijn de meningen over verdeeld. Oh, jij eet er niet van? Helemaal goed, hoor. Maar goed, lasagne crepese. Carrera, wat zei je? Lasagne carrera. Ik zie in ieder geval een heleboel. Waarom? Omdat we ergens anders gaan eten. Oh. Ergens anders eten, maar wel ons eigen eten meenemen. Ja, raar, hè? Ja. Ja. Het is niet goed geregeld dit. Of ben je bang dat je ergens anders niks lekkers te eten krijgt? Ja. Is dat het? Dat kan natuurlijk ook. Je weet al waar je naartoe gaat. Van, oh jee, snel zelf wat eten meenemen. Oh, nou, misschien dat jij er zo over denkt. Maar ik niet hoor. En wat heb je nog meer uitgespookt vanmiddag? Ik heb weer met de weerdegang geverfd. Ik ga eens even kijken. Leuk nieuw kistje. Nou, ook daar zijn de meningen wederom over verdeeld. Hey. Zo, ah, wat een leuk nieuw kistje. Jeetje. Wauw. Wat zit er dan in dat kistje? Mijn spullen. In ieder geval, de muur is weer geschilderd. Hij is weer helemaal recht. Tenminste, de streep is weer recht. Het slordige, dat vond ze toch weer niet zo leuk. Dus het moest weer recht. Dus we hebben recht gehad. Wel, het begon met recht. Nee. Of een beetje slordig. En toen zei ik, nou, doen we het dan echt slordig? Ja. Dus toen werd het echt slordig en nu is het recht. Nee, ik vond het slordig toch niks. Maar dit doe je anders ook vrij slordig. Ja, maar dit is om te eten.
En deze twee kunnen zo meteen de oven in. Oh, ziet het er niet lekker uit. We zien hoe je ravioli overschotel met mascarpone maakt. Dit recept viel zo goed in de smaak dat ik vandaag een variant hierop heb gemaakt.